it won't be long. How slow and slow and slow it goes to mend the tear that always shows it won't be long. It won't be long. It's hard. Wij willen als groepje van drie molenaars willen wij de molen in goede staat houden. Er is heel lang heel weinig mee gedaan. En wij willen zorgen dat de molen weer beheerd wordt en dagelijks bijgehouden. Want dat is essentieel voor een houten gebouw. We zijn gewoon drie initiatiefnemers van dit project. De molen is wel eigendom van een stichting. Die is een jaar of 20 geleden opgericht. Met als doel de otter te restaureren. Want er stond 70 jaar lang alleen maar een romp, zonder wieken. En die stichting die toen opgericht is, onder leiding van meneer de Jong Luno, die heeft als doel gehad om de molen te restaureren tot een zaagvaardige windmolen. Dus om hem weer helemaal compleet te maken. En dat is ook gelukt. En daarna is de boel als gevolg van allerlei juridische schermutselingen in de verzukkeling geraakt. En heeft de molen heel lang staan te verpieteren. En wij hebben gezegd van ja, er is eigenlijk geen enkel argument wat je kan bedenken om die molen zo te laten verkommeren. Want het is een monument, het is een uniek ding. Beheer hem dan in elk geval, onderhoud hem. En zorg dat er wat mee gebeurt, dat er weer leven komt. En dat is nu aan het gebeuren. En het lijkt op alle partijen die wij nu benaderd hebben en betrokken zijn, of die het daarmee eens zijn. Daar zijn we ontzettend blij mee. En hoe is de toestand van de molen nu? De toestand is matig. Vooral het schilder- en teerwerk is heel erg slecht. Want er is heel lang niks aan gedaan. En zoals achter je de steenkraan of de balkenkraan, die is rot. En er zijn al wat andere dingen die slecht zijn. Dus wij verwachten dat we voor restauratie en schilderen ongeveer een ton nodig hebben om de boel weer helemaal goed te krijgen. De molens spelen in de geschiedenis een hele belangrijke rol. Beschrijf dat eens een beetje. Nou ja, vroeger werd aardolie niet gebruikt als energiebron. Maar werden allerlei andere dingen gebruikt, zoals paarden, de wind, waterkracht. De aardolie is nu, heeft eigenlijk al die duurzame bronnen verdrongen. En daardoor zijn molens ook in de verzukkeling geraakt. Belangrijkste reden dat molens vooral in de 20e jaren buiten bedrijf raakten, zoals de otter is ook in 1927 buiten bedrijf geraakt, dat komt omdat de dieselmotor de windkracht overnam. Dus hiernaast zie je ook een motorzagerij staan. Daar werd toen met een dieselmotor een zaagmachine aangedreven en de molen kwam stil te staan. Er was te veel onderhoud aan en ja, toen was het gewoon afgelopen. Het is op zich al heel bijzonder dat deze molen nog de tijden overleefd heeft. Dus het aardolietijdperk overleefd heeft. Moet de molen terugkomen? De molen moet blijven. En in het algemeen? In het algemeen zeker. Dat stond hier vol met molens, hè, ooit? Ja, hier stonden 40 molens, 47 geloof ik. Maar het is natuurlijk, de windkracht is een prachtige energiebron. En die moeten we blijven gebruiken. Ik geloof dat als wij 1% van de wind die over Nederland waait kunnen omzetten in bruikbare energie, dat we in onze hele energiebehoefte kunnen voorzien. De kunst is om dat natuurlijk te benutten. En dat zie je toch steeds meer lukken door alle windturbines die er komen. Ik vind dat ook een hele mooie vorm van energie. En deze molen draait echt helemaal alleen op wind? Er komt geen motoriek bij? Nee, we hebben zelfs geen stroom in de molen. Het is alleen maar windkracht. En hoeveel dagen per jaar kan die draaien op de wind? Nou ja, in principe kan, als je het zo uitdrukt, kan die wel 150 dagen per jaar draaien. Okay. En daar komt dus energie uit voort, wat doe je daarmee? Op het ogenblik niks, want we drijven nu niks aan. Er is een heleboel in het binnenwerk wat nog gerestaureerd moet worden. Maar als dat allemaal gerestaureerd is, als we daarmee klaar zijn, dan kunnen we er hout mee zagen. Het is namelijk een houtzaagmolen. En kan er ook een elektriciteitslijntje naar de huizen hier in de buurt? Nee, daar levert hij te weinig voor op.
Het is een houtzaagmolen. En dus je gaat hout produceren weer en ook verkopen, is dat de bedoeling? Nou ja, kijk, er zit achter het verkopen, er zit natuurlijk niet heel veel commercieels achter. Deze molen is een monument en hij staat grotendeels staat hij ingebouwd. Dus je kan maar bepaalde windrichtingen kan je benutten om echt te zagen. Dus iets commercieels ermee doen is heel erg lastig. Maar wel als monument voor bezoekers. Precies. Rondleiding, instructie. Ja, ja. Ja. Het zou leuk zijn om bijvoorbeeld als leerwerkproject of als leerstage te gebruiken voor scholen of voor een houtopleiding, dat soort dingen. Er zijn van allerlei mogelijkheden als het maar hout gerelateerd is. Maar dit is de kraan om de balken uit het water te takelen. Die kraan die kon je naar het water toe draaien. Hij zit daar helemaal vast. Maar die is gewoon echt heel slecht. En dat moet echt helemaal vervangen gaan worden? Ja, dit moet vervangen worden. Dat is echt niet zo. Ik vrees dat dit ook niet meer goed is. En daarnaast moeten heel veel schilderen, teerwerk moet er natuurlijk gedaan worden. Ja, je ziet, alle schilderwerk is slecht. Ja, het is ooit gedaan met de bouw van de molen, of met de restauratie is het allemaal geschilderd. En daarna is er eigenlijk niks meer aan gedaan. Dus het is 20 jaar achterstallig. Dus, en hoe is de staat van de wieken? Redelijk. Het is allemaal in een redelijke staat. Het is niet heel goed. Maar, ja, je ziet het. Ook de verf is heel erg slecht. Dus daar moet gewoon geld voor komen. In deze molen zitten drie zaagramen en die worden aangedreven door de wieken, maar er zit een krukas in. En dat is echt bijzonder van houtzaagmolens. Ooit zijn, in 15 zoveel, is voor de houtzaagmolen om de ronddraaiende beweging van de wieken om te zetten in een op- en neergaande beweging, heeft men een krukas bedacht. En dat is natuurlijk ook een ding wat in alle motoren weer terugkomt, maar die is uitgevonden ooit om zaagramen te bewegen voor een houtzaagmolen. Dat is een patent uit, geloof 1575. Oké. Ja. Ze hebben er echt wel goed over nagedacht, die ingenieurs van toen. Ja, precies. Dat was volgens mij Cornelis Cornelisszoon, als ik het goed heb. Okay. Iemand uit Geest, die heeft dan de eerste houtzaagmolen gebouwd. Want daarvoor werd alles nog met de hand gezaagd. En het was zelfs zo in de Zaanstreek, daar werd al veel eerder met de wind gezaagd. Maar in Amsterdam is dat nog heel lang tegengehouden, omdat het handzagers gilden. Die waren bang dat ze hun baan kwijt zouden raken. En die wilden geen molens hier. En toen dat uiteindelijk dat verzet gebroken was, vanaf 1600 tot 1630, toen werden hier in 1631 de eerste houtzaagmolens gebouwd. En dat moet technologisch een enorme stap voorwaarts geweest zijn natuurlijk. Ja. Zeker met die scheepsbouw in de stad. Je had toen precies de VOC-tijd, Gouden Eeuw, dat de schepen allemaal gebouwd werden. Nou ja, dat was natuurlijk een gigantische vooruitgang dat allemaal sneller gezaagd kon worden. Ja. Ze konden geloof ik zo'n VOC-schip in 3 maanden bouwen. Ja, die molens die stonden hier echt verschrikkelijk te zagen om wat hout ervoor te produceren. En de handzagers die hebben dat tegengehouden in hun conservatisme om hun eigen baantje te... Precies. Er is ook niks nieuws onder de zon, hè? Maar later bleek dus eigenlijk dat het helemaal geen werkgelegenheid kostte. Nee. Omdat er op die zaagmolens ook zoveel werk was. Ze werkten op zo'n molen als dit met z'n 10. Oké. Want je had hieronder had je een kot. En daar viel al zaagsel in. En de kleinste bediende was de kotjongen. Die zat hieronder op de... Het zaagsel bij elkaar te vegen en te scheppen. Als je op oude foto's kijkt, dan zie je soms wel een meter zaagsel liggen in het kot. En dat gebruiken ze dan weer om stallen in te strooien en dat soort dingen. Natuurlijk. Wat je hier ziet is dat de hele molen draait als je hem naar de wind toe zet. De molen staat op rollen. Dus het hele gebouw draait, alleen die muur die is vast. Maar de molen met stammen, met zaagramen, met alles erop en eraan, draaien naar de wind toe. Je ziet hierachter zie je de staart met een haspel eraan. En dat touw wikkel je om die haspel. Dat kan één iemand kan dat doen. En dan trek je eigenlijk de hele molen om. Er zit een enorme hefboom aan natuurlijk, in de vorm van een staart. Maar je kan, het is wel bijzonder van dit type molen dat het hele gebouw draait. Dus dat staat op een gegeven moment
Dat kan ook hier staan. Okay. Ja, je ziet hier die palen, dat zijn de kruipalen. Het draaien van de hele molen heet kruien. Dus het zijn de kruipalen, dat is de kruirad, kruitaal. En je kan hem naar alle kanten zetten. Je kan hem in principe 360 graden ronddraaien. Of meer als je er zin in hebt. Afhankelijk waar de wind vandaan komt. Ja, wat je hier nog kan zien, wat ook wel leuk is om te laten zien, is dat dit zijn de droogloodsen. En die zijn aan de achterkant zijn ze open. En dan zie je die rekken allemaal liggen. Of die roosters. Dan was het, dan kon het doorwaaien. Dus het hout dat gezaagd werd, het moest drogen. Dus dat werd eerst een tijd in die droogloods gelegd om droog, om goed te drogen, goed droog te waaien. Dus daarvoor zijn die grote loodsen om heel die voorraad hout te kunnen drogen. En vroeger werkte ze op deze, op zo'n molen als dit met z'n tienen. Want je had allerlei verschillende functies. Er waren natuurlijk mensen hier nodig op de grond om het hout in die loodsen te leggen. En om nieuwe stammen uit het water te halen. En om met het zaagsel om te gaan. En met de molen zelf. Dus het was een heel levendig bedrijf. Je bent molenaar, zeg je. Is dat echt je beroep? Het is heel lang mijn beroep geweest. Ik ben nu alleen nog vrijwillig molenaar. Ja, ik ben dus wel heel ervaren. Ik ben al 30 jaar molenaar. Maar ik verdien er nu niet mijn geld mee. Hoe word je molenaar? Het is een vereniging. Het gilde van vrijwillige molenaars. En daar kan je een opleiding bij volgen. En uiteindelijk een diploma halen. En dan ben je een jaar of twee ben je verder. Moet je op allerlei verschillende molens moet je meelopen. En namen leren. Heel veel van het weer leren. Want de molen is toch afhankelijk van de wind. En dan kan je diploma halen. Nou, ik heb het ook uit idealisme, omdat ik het leuk vond, een tijd lang als beroep gedaan. Ben ik korenmolenaar geweest. Had ik waar? Een eigen winkeltje in Rotterdam-Delfshaven, in de stad. Dat liep heel goed. En daar maalde ik allerlei granen voor de verschillende allochtonen die daar in de stad woonden. En die, ja, dan weet je, soms een rij van 20 mensen voor het winkeltje, waar 20 verschillende nationaliteiten stonden. Dat was al heel leuk om te zien. Er is ook een boek over geschreven, dat heet Van alle windstreken. En daar staan van alle mensen die daar meel kochten, ik geloof dat er wel een stuk of 50 nationaliteiten in het boek zitten, allemaal recepten met dingen van de molen die je kan maken. Jullie vragen ook hulp op een zogenaamde werkdag. Wie kunnen daar komen? Wat gebeurt daar? Ja, de werkdagen die we nu, tot nu toe hebben georganiseerd, die zijn ervoor bedoeld het erf op te ruimen en de molen weer netjes te maken. Het is bedoeld voor mensen die aan willen pakken en lekker de handen uit de mouwen willen steken. Er zijn van allerlei klussen. Slow and slow.